Jonge mensen kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de doelstellingen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de UNICEF te ondersteunen. Dit zegt Min Yuan, program manager van de UNICEF, vandaag bij de viering van de Internationale Dag van de Jeugd. Armoedebestrijding, duurzame consumptie en productie is het thema dit jaar. Tijdens een ontmoeting met de pers in het UNICEF-gebouw gaf ze aan jongeren aan te moedigen hun vaardigheden en capaciteiten te gebruiken om producten te ontwikkelen die minder stroom verbruiken, minder afval produceren en minder het milieu vervuilen. I really encourage young people, not only those who are learning social science, but also learning science and technologies to be part of the Sustainable Development Goals agenda. At the same time, we really want to put more emphasis to those people who are living in the interior areas, have less opportunities to access information, access technologies. You also have your role to play to engage green environmental protection, to be able to access more information about sustainable development goals, as well as you can really look at how the agriculture, fishing, and those businesses which is in your areas, you can work better. UNICEF stelt de jongeren middels een opstelwedstrijd die vandaag is gelanceerd in de gelegenheid om hun innovatieve ideeën neer te pennen. Volgens Alicia Deekman, Adolescent Development Program Coördinator van de UNICEF, wil de organisatie met de opstelwedstrijd het bewustzijn van jongeren stimuleren om te komen tot nieuwe ideeën met betrekking tot het thema van de Internationale Dag van de Jeugd, namelijk armoedebestrijding, duurzame consumptie en productie. Met de opstelwedstrijd delen ze ook hun mening met anderen. Heel vaak dat jongeren niet betrokken zijn bij dit soort global issues, noem ik het maar even. Integendeel, we weten allemaal, er zijn heel veel jongeren die zich daar wel mee bezighouden. Die wel ideeën hebben van hoe je armoede kunt bestrijden. Hoe je duurzamer kunt consumeren. Nou, we nodigen al deze jongeren uit vanaf vandaag mee te denken. We geven de gelegenheid, een platform, om een opstel te schrijven, te delen. En met jongeren bedoelen we in dit kader adolescenten van 10 tot en met 18 jaar die mogen meedoen. In de komende dagen zult u de gedetailleerde informatie krijgen van hoe kunt u meedoen. Of jij, mag ik zeggen, als ik het over jongeren heb. Hoe kun je meedoen? Wat moet je doen? Wat zijn de eisen? Wat zijn de criteria? Hou de media in de gaten. Hou Facebook in de gaten. Krant, televisie, radio. Maar vooral denk mee. Voor jezelf, voor Suriname. Dat is dus Alicia Deekman. UNICEF wil nog niet meegeven wat de prijzen zijn die de jongeren kunnen winnen, omdat de aandacht meer gericht is op de bijdrage die de jongeren kunnen leveren. Bij de beoordeling van de opstellen zal bijzondere aandacht worden besteed aan de inhoud en de creativiteit, zegt Deekman.